Yo, kijk, ik ben IMT. Vandaag met een nieuwe game mode in Rocket League. En ik doe vandaag eens een keer wat anders dan anders, want dit is een special game mode in Rocket League. En ik heb wat nieuws waar ik afgelopen weken geweest ben. Ik was de afgelopen week wat minder actief omdat mijn PC helaas zo'n grootje was. Waardoor ik dus helaas wat minder kon uploaden en video's kon maken. En dit leverde dus problemen op voor het kanaal. Dat was natuurlijk logisch. Maar die zijn ondertussen 2 weken verder. En mijn PC is nog steeds niet helemaal in orde. Het is nu weer zo goed als in staat om video's te kunnen maken. Ik heb nu een betere processor erin zitten dat het sneller allemaal moet gaan. Van 2.4 MHz naar 3.6. En van quad naar hexacore. Dus dat gaat als het goed is dubbel zo snel nu met renderen. Maar alleen mijn RAM-blok is er niet helemaal goed gemonteerd. Ik kan het zelf monteren, maar dat is allemaal garantie van ICT-winkel wat ik ben geweest. Dus daar gaan ze van de week nog even naar kijken. En tussen is mijn hele kast gewoon zo goed als vernieuwd. Dus ongeveer alles is kapot gegaan. Wat er ook maar in zat. Dus alleen mijn harde schijf is nog heel. Want dat is wel blij om ben. Maar genoeg gelul over deze problemen. En het tweede probleem dat ik mee zat. Was de deadlines van school. Die ken natuurlijk ook voorrang. Op het YouTube kanaal. Op zich logisch is. Mark, waarom haal je hem eruit? Ja, dat vraag ik me. Maar het enige dingetje is, ik had ook heel veel deadlines en het project liep niet waarin ik zat. En ik moet een voldoende halen. Anders mag ik volgens schooljaar niet verder. Met de normale route. En ik heb er natuurlijk wel zin in om verder te gaan met de normale route. In plaats van een apart traject te doorlopen. Want daar schiet niemand mee op. Dus en al die problemen bij elkaar heeft dus voor zo dat ik 2 weken even niet kon uploaden. En dat Mark eventjes alles in de hand moest houden. Ja, dat klopt. En nu ga jij zo meteen beginnen aan je toetsweek, hè? Nou, toetsweek. Echt. Ja, ze noemen het een toetsweek bij jou op school. Nou, die heb ik eigenlijk in principe gehad, maar... Oh, je hebt gewoon tussendoor kunnen doen. Ja, het is dat ik de laatste periode, dus deze periode, had ik dus 7 weken gewoon normaal les. En nu heb ik 3 weken van dat, ja, dat heet zo'n Scrum project of zo. Daar weet je waarschijnlijk ook wel wat vanaf Ido, dus... Ja, we hebben allemaal op dezelfde school gezeten, alleen andere opleiding. Ja, maar ik kan niks vertellen over je opleiding, want... Bij mij gaat Scrum iets anders dan bij jou. Klopt. Maar ik kan ook heel wat vertellen over Scrum. Maar even één ding, hè. Je zegt niet dat je een Scrum project hebt, maar je hebt helemaal geen Scrum. Wat jullie gebruiken is RUP. Nou, volgens mij heet het gewoon Scrum. Nee, het heet RUP. Want bij Scrum krijg je geen beoordeling. En dat is het hele verschil. Word jij beoordeeld met een cijfer? Ja. Dus dat is geen Scrum meer. Ja, ik word er wel op beoordeeld, want dat moet ik halen, anders kan ik niet over. Dus dan heb je dus geen Scrum? Denk het niet. Ja, ik weet niet hoe het zit. Maar nee, iedere opleiding... Wat, ik zou eerlijk zijn, hè? Ik heb nog geen één bedrijf gezien... en nog geen enkele opleiding en school... die Scrum op een correcte manier aanleert en uitvoert. Zelfs iedere Scrum-opleiding, wanneer ze roepen dit is Scrum, is niet eens Scrum. Wat je geleerd wordt. Oké. Misschien maakt nu een paar mensen heel erg boos. Maar het komt er allemaal op neer, want de echte regels van Scrum worden niet nageleefd. Want bij jou op school moeten we in ieder projectverslag opschrijven wat Scrum is. Dus wij moeten iedere keer op terugkomen van waarom het geen Scrum is, waarom dit niet, waarom dat niet. En onze begeleider heeft het een keer zelf helemaal uitgelegd tegen ons. Waarom het eigenlijk geen Scrum is. Tegen de regels van school in. Oké. Maar weet eens, dat gebeurt gewoon soms met docenten. Dus, soms heb je dat, hè, Mark? Ja. Dat je dingen verkeerd wordt aangeleerd op school. Ja. Maar laat ik maar niet beginnen over mijn project. Want daar is ondertussen al genoeg memes over gemaakt. Door andere groepen. Onder andere... Daardoor de tijd verraden. Ja, die andere groep hadden leuke projecten. We hadden het scheidproject. Och ja. Maar we hadden in principe wel een heel interessant project. Alleen we kwamen er niet aan toe. Nou, ik had een heel aparte video vol lullen van denk ik een uur lang wat er allemaal mis aan was. Dan pak ik de code erbij. En ik dacht dat ik een keer zo'n video kan maken over het refactoren ervan. Bij genoeg likes en bij genoeg comments in de reactie kan ik het wel eens doen. Als jullie het heel graag willen zien. Alleen het is niet echt mijn sterkste kant. Met die programmeertaal. Dat heb je af en toe, hè? Ja. Dat heb je met alles eigenlijk wel. Waarom nakt het team met hem daar uit? Weet niet. Maar in principe, het was echt een gebed zonder einde. Hoe vaak ik dat spreekwoord wel niet gezegd heb. Heel wat een gebed zonder einde. En hoeveel zelfmoordgrappen er zijn gemaakt binnen het project, dat is gewoon niet normaal. Ja. En hoe slechte opmerkingen van mij er zijn gevallen, dat kan er nog wel mee door. Het waren er maar 420. In 8 weken tijd. Ze zijn dikker geteld. Ja. Plus 9999. Maar iets wat ik wel heel mooi hè. We hadden elk één iemand die dat heel snel deed controleren. Wat iedereen dus dacht. Onze teammate left trouwens. Die heet dus Harm. Op een gegeven moment zei Harm zo van... Ja, ik ga nu nakijken jongens. Iedereen was meteen bang. Toen op een gegeven moment ik zei... Ik ga nakijken. Iedereen dacht van... Oh, dat zal wel meevallen, hoe erg. Ja, maar toen begon het mierenneukerij van mij. Niemand werd er blij van. Freezy Cookie. Oh, leuke naam trouwens. Ja. Maar niemand werd daar dus blij van, want ik keurde alles af. Ik was gewoon te streng, vond iedereen. Ik was te hard aan het zeiken. Maar ja, moet af en toe kunnen, hè? Ja. Ook jij moet wel als zeiken, ja. Op de wc? Ja, precies. Inderdaad. Iedere dag. Oh. Minimaal 4 keer per dag. Maar ligt er ook aan hoeveel je drinkt. Ik heb als school wel eens een keer werkschap afgesloten dat ik op onder schooltijd niks mocht drinken. Oh. Ik heb wel eens een keer gehad dat ik gewoon 10 keer naar de wc moest omdat ik zoveel gedronken had. Ik dacht van, verdomme, hoe kan weer naar de wc? Maar dan moet ik van het alcohol afblijven. Hè? Ik moet van al het alcohol afblijven. Maar dat drink ik. Je hoeft niet altijd alcohol te drinken. In biervorm. Een vodkaatje kan ook goed smaken. Fuck! Ja, jongen, we hebben toch gewonnen. Inderdaad. Dus wat ben je nou aan het fucken? Ja, gewoon. Maar in ieder geval, laat even die like achter. Smash hem er even op. Als je het wil zien, nog wat. Ik kan rage op code. En tot de volgende keer. Cheers.